3, 2, 1. Koen Wouters wordt bedolven onder het stro. De kinderen laten zo zien dat ze heel tevreden zijn met de komst van hun Peter naar de Flanders Horse Expo. De kinderen uit de revalidatie kunnen hier samen met de paarden enkele speciaal voor hun ontworpen spelletjes spelen. We moeten de paarden karmen en wat activiteitjes doen en wat een parcoursje doen. En hoe was dat tot nu toe? Nu was het leuk. We hebben allemaal puzzelstukjes op een paard moeten plakken. En we hebben stro moeten in bakjes doen en het eten moeten vullen. Je mag nog naar de vlakte gaan. Daar moet je helemaal mee rondlopen. Op die manier zijn de kinderen, zonder dat ze het goed beseffen, toch met hun revalidatie bezig. Dat is zeker een van de grote troeven van hypotherapie of therapie met paarden, is dat kinderen vergeten dat ze therapie aan het doen zijn. En onze therapeuten weten heel goed wat we willen gedaan krijgen van de kinderen, dus zijn maar zeker dat ze therapie gehad hebben. En de aanwezigheid van de Peter van de kindervalidatie kan ook wonderen doen. Ik heb echt zo van, alleen mijn mama en de kinesist mogen met mij wandelen. En dat was echt één keer dat iemand anders met me mocht wandelen, dus ja. Ja, het is wel aangenaam om een keer ergens anders te zijn. Want ik ga ook 5 dagen in de week en dat is dan altijd hetzelfde. Dus ja. De kinderen genieten er zichtbaar van en vergeten even dat ze ziek zijn. Artsen, therapeuten, kinesisten, iedereen is dankbaar dat de Flanders Horse Expo dit organiseert voor de kinderen. Ik heb daar veel respect voor. Zullen het maar meemaken. Hè? Je hebt een gewoon, normaal, gezond leven en dan gebeurt er iets. Soms is het in een vingerknip, soms is het iets dat slepend binnenkomt. Maar uiteindelijk wordt heel het leven van zo'n kind ondersteboven gezet. Dus ik vind elke steun die zij kunnen krijgen, vind ik een terechte en een goede. Het bezoek wordt afgesloten met een ritje op de huifkar. Wij vinden dat heel belangrijk dat de kinderen hier eens bij paarden kunnen komen. Wij hebben zelf ook zo'n project dat we kinderen revalideren met paarden. Maar het is goed dat we hier eens uit onze comfortzone, buiten de ziekenhuismuren, en onze kinderen een keer een andere dag schenken.